Nee, hoe vet zou het zijn als je deze kleur erop doet? 45. Wat is het huisnummer? 45. De kaffervissen, waterfijne zeebaars. De kaffervissen, waterfijne zeebaars. Yo jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En ik ben onderweg naar de sportschool, want ik ga weer, zoals altijd, sporten samen met Niek en Hidde. Maar het is vandaag echt een hele rare dag. Ik werd vanochtend wakker en ik werd ook wakker gemaakt echt om 7:30, of was het 8:00, zo door een vriend van mij, Koen en Ruud. Want die waren heel vroeg gaan zwemmen, zoals jullie misschien al een keer eerder in de video hebben gezien. Maar ik keek naar buiten en het begon opeens te sneeuwen. Maar what the fuck? Hoezo sneeuw? Vorige week zat ik nog zonder shirt, lekker uit de wind, in het zonnetje. En nu gaat het opeens een beetje half sneeuwen. Nou ja, voor mij hoeft het niet, maar goed. Ik kan moeder natuurlijk niet tegenhouden natuurlijk. Maar we zijn lekker onderweg naar de sportschool, dus let's go! Kijk, omdat het dus zo lekker weer is met een beetje sneeuw, dacht ik, ik neem een kort broekje voor je mee. Ik wist het. Ik dacht echt zo, shit, ik heb broekje gezegd. Ik had gewoon moeten zeggen lange broek. Niet, die komt vanuit Rotterdam, dus die had een broek nodig. Maar ik heb een kort broekje voor hem meegenomen. Alsjeblieft. Ja jongens, meisjes, dames en heren. Vandaag heb ik mijn auto nog en is hij nog in deze kleur. Maar ik ga hem straks brengen naar Rap Destination. Want daar wordt hij weer gerapt. Alleen dan heb ik een week lang geen auto. Dus dat wordt eventjes lastig. Ik ben nu wel bezig om een vervangende auto te vinden. Maar is nog een beetje lastig. Maar ik heb wel echt heel veel zin omdat hij straks een andere kleur heeft. Want ja, kijk, nu is hij ook gewoon dik. Maar als hij dan straks die andere kleur heeft, dan wordt hij ziek. Ja, zo gaat het dus aan toe op de sportschool. Hey! Voordat de auto gerapt wordt, ga ik hem eerst eventjes lekker schoonmaken. Ik ga vanmiddag ook naar de studio samen met Stefan in Rotterdam. Dus Stefan die komt mij straks ophalen bij Rap Destination in Hoofddorp. En dan rijden we samen gezellig richting Rotterdam. Want we zijn een nummer aan het maken met allemaal comments. Dus Stefan die heeft een post gedaan op Instagram waar allemaal mensen op hebben gereageerd. En van al die comments, zeg maar, gaan wij een nummer maken. En we waren al een stukje begonnen, maar we moeten hem nog afmaken. Dus dat gaan we ook vanmiddag doen. Dus het wordt nog een hele leuke dag. Oh ja, en eventjes tussendoor, als je nog niet geabonneerd bent, moet je dat even doen. Want er komen hele leuke vlogs aan en heel veel leuke content. Dus, ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan even en dat zou ik heel leuk vinden. Thanks. Kijk, daar ben ik bij Rap Destination. En moet je eens kijken hoeveel kleuren er zijn. En hier ook nog allemaal kleuren. Ik ben benieuwd wat jullie denken wat voor kleur erop komt. Ik ben heel erg benieuwd. Laat maar weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie denken dat mijn nieuwe kleur wordt. Stefan die komt mij straks ophalen en eigenlijk moeten we eventjes hem overhalen om roze op zijn auto te doen. Dat zou zo lijp zijn, gewoon die BMW van hem, maar dan helemaal roze. Kijk jongens, dit vind ik ook echt een hele dikke kleur. Maar als ik ooit een Porsche ga kopen ofzo, of zo'n Porsche GT3, mijn droomauto, dan doe ik denk ik deze erop, met zwart. Kijk eens wie daar is. Daar is Stefan. Steef, we hebben een leuke, we hebben iets leuks. Ik heb mijn auto gerapt. Wat? Dit is wel heel dik. Is dit voor mij dan? Ja. Hij is echt geregeld voor je. Nou, even wat, toch? Wel leuk. Nee, hoe vet zou het zijn als je deze kleur erop doet? Eerlijk. Dit is wel echt heel dik. Ja, het zou wel leuk zijn. Oftewel, we gaan het niet doen. We zijn dus nu bij de Shell om een broodje te halen en koffie. Maar ik kwam hier aanrijden en what the fuck? Er ligt gewoon weer sneeuw. Ik weet niet. Ik ga er niet heel erg lekker op. Ik wil gewoon lekker in de zon zitten. Ik wil gewoon lekker in de zon zitten. Ja, alsjeblieft, ja. Dat is lekker, hè? Wil je niet al lekker de worst? Ja, ik heb wel een lekkere worst, ja. Oké, ik heb Midden-woest. Verdomme. Wat is het huisnummer? Terug. Technologie is zo goed. Ja, niet normaal. Navigeer naar Rotterdam. Ik heb dit helaas niet verstaan. Navigeer naar Rotterdam. Oké, ik heb Rotterdam geselecteerd. Smirnoff weg? Smirnoffstraat. Smirnoffstraat. Weg. Oh, daarom hoort het nu. Oké. Heer Arnoldstraat. Terug. Wat is het huisnummer? Terug. Terug. Alsof je tegen een hond praat. Navigeer naar Rotterdam. Kunt u het opnieuw proberen? Navigeer naar Rotterdam. Oké, ik heb Rotterdam geselecteerd. Noem de straat of zeg routebegeleiding starten. Smirnoffweg. Ik heb Smirnoffweg geselecteerd. Noem het huisnummer of zeg routebegeleiding starten. 45.
Wat is het huisnummer? 45. Wat is het huisnummer? 45. Het spijt me. Probeer het opnieuw in een rustige omgeving. Oh mijn god! Ook gewoon helemaal weg! Ja, het is wel handig aan die technologie, jongen. Oh, niet normaal. Zo, het zonnetje schijnt opeens weer. Van sneeuw naar wolken, naar zon. Het houdt niet op vandaag. Ik heb het wel koud, zeg. Ja, juist. Het is wel heel koud. Maar we zijn er. Hey boys. Yo. We zijn er weer. In de vorige video ook alweer. Maar nu zijn we teruggekomen met Stefan en niet met Niek. We gaan weer het nummertje afmaken waar ik het over had in de auto. We hebben een nummer gemaakt met allemaal comments. En dat gaan we dus nu afmaken. Dus let's go. Kijk, daar zit hij weer hoor. Achter zijn tafel. Met deze keer geen lampjes in, in de afzuigkap. Maar deze keer hebben we lampjes onder de tafel. Ja, dit is elke keer met nieuwe dingen komen. Hey, dit is wel een mooie plek. Ja. Ja, leuk. Hey, Steve. Ja? Wacht, ik ben heel... Oh, je bent druk? Bezig. Ja. Kijk. Echt. Ook hij, hè. Ik zei het vorige keer ook al in een andere video. Gio is arrogant geworden, Steven is arrogant geworden. Oh, ik ben er al. Oh, oh, toch niet. Jongens, ik heb een speciale artiest meegenomen. Is dat zo? Hier is... Je mag komen, je mag komen. Je mag komen. Je mag komen. Ja, het is een hele bescheiden... Het is een hele verlegen artiest. Niet filmen, niet filmen. Laat jezelf maar zien. Niet filmen. Godsamme, Steve. Hey. Oh, yo, man. Ik was niet nerveus. Ik was niet bang. Dan kijk toch niet, man. Wacht. Dat bedoel ik niet zo. Oké, dus je bedoelt zeg maar dat ik geen kijkers heb. Nee, ik bedoelde meer, ja, dat klopt. In het vorige shot zag je nog een zon met gewoon lekker een blauwe lucht en nu is het opeens fucking hard aan het hagelen. Ik snap het weer echt niet vandaag. Ik snap het alweer niet. Het is super chill, ik heb een hagelverzameling thuis en ik ben even wat aan het opsparen, kan ik meenemen. Heb jij een hagelverzameling? Ja, man, kijk, dit past perfect bij. Ja, dat is wel echt chill. Snel naar binnen, want het is een beetje gek. Gek. Great. Gek weer. Ik kan vissen, baat, fijne zeebaas. Hij was op zich goed, maar nog één keer. Ja, ja. Luister hem eens één keer. Hij was niet helemaal chill. Yo en ik kan vissen, baat, fijne zeebaas. Ja, alleen ik articulatie is nu weer niet goed. Ik vond hem... Maar articuleer ik het goed. Doe, okay. Kan je die aanlaten en in een loopje doen? Ja, laat die maar aan en dan zing ik het eroverheen. Okay. Dan help ik mezelf. Oké. Okay. Ik kan van vissen, baat kleine zeebaars. Nog één keer. Ja, maar nu ga je schreeuwen. Ja, sorry. Ik kan van vissen, baat kleine zeebaars. Ik kan ook een beetje vast als ik zeg. Ik kan van vissen, baat kleine zeebaars. Yo en ja, ik kan van vissen, baat kleine zeebaars. Ja, ik ben wel dik. Gast, ik vind jou goed. Nou, dat was één zin. Wat ben jij natuurtalent? Ja, alles gaat er in één keer uit. En dan zegt Vincent weer iets raars, waardoor ik het opnieuw moet doen. Maar... Oké, laten we dit dan meteen even helemaal afmaken, deze hele... Ja. Hele fucking zin. We zitten nog steeds in de studio oh, en man, ik... Man, het is al 3:00 s'nachts, joh. Ik ben helemaal kapot, zeg. Wat een dag, nacht, ochtend. Nou ja, dat niet. Maar goed, er komt misschien nog een nummer uit. En ik heb dus net weer een stukje geneurie... Nee, ik bedoelde te zeggen, en ik ben Vincent en een nerd. Ja, misschien... Nee, nerd. Nee, kijk, ik heb hier een stukje geneuried, zeg maar, een soort van trompet nagedaan. En dat is dus dit. En dat klinkt nu heel raar, maar als je dan die beat gebruikt, klinkt het een stuk vetter. En dan gaat Lucio, deze guy, gaat het even helemaal gek maken, maar dan klinkt het zo. En dat is dan het einde van het nummer! Hey, niet normaal! Nee, wat ik dan zeg. Oh, Steve, wat zit nou weer? Ik ben ook in de auto aan. Oh, niet normaal. Dag, hè? Vincent, kan je alsjeblieft nog één keer je vlog vertellen over hoe raar het weer vandaag is? Oké, jongens, het weer is zo raar. We komen buiten. En ik zie een beetje blauw, maar ik zie ook... Allemaal sneeuwdingetjes liggen. Steve, wil je misschien nog een keer vertellen wat jij zei? Dat de sneeuw en de zon dus kerst kwijt. Ja. Ja, maar dat is... Ik keek net naar het gebouw, toen moest ik wel denken van dat je met toch eens glijdt.
Ja, dat vind ik ook. Ik denk dat je beter kan lopen. Hoezo? Ik wilde echt net zeggen... Omdat het een half uur is. Ja, dat vind ik gewoon echt niet leuk. Zit je nou kut te doen? Nee, patroon, jongen. Ja, ja, overal waar je wilt, man, broer. Je weet dat. Ja, jongens, ik heb dus nu geen auto. Dus Steve die gaat mij eventjes gezellig naar Gio brengen. Gezellig. Gezellig, hè? Hey, heb jij al gegeten? Nou ja, ik ben... Wow! Hey, dit is bizar. Nog even vertellen. Het heeft gesneeuwd. Jezus. Oh. Nee, kijk, ik vind dat het grappig is. Ik ben in principe de hele dag met jou geweest. Dus jij weet precies wat ik heb gedaan. Maar heb je al gegeten? Ik heb wel gegeten. Maar nog geen avondeten. McDonald's. Nee, man. Sorry, ik ook niet. Ik zei dat ook niet. Gek weer, hè, vandaag. Ik wil het nog één keer over het weer hebben, inderdaad. Ja. Dit vind ik echt bizar. Er ligt gewoon sneeuw op de snelweg. Dit is niet normaal. Nee, maar het is een beetje, zeg maar, wisselvallig. De ene keer is het opeens zon en de andere keer gek, ligt er sneeuw. Ik vind het maar gek. Heel gek. En kijk, als je daar kijkt, zie je zo'n scheidinglijn tussen blauwe lucht. En een beetje zonnig en dan rechts dan weer... En hier ligt allemaal sneeuw op de snelweg. Ja, nee, ik vind het gek, maar ik dacht, dat wil ik toch nog eventjes zeggen. Ja, maar ik denk dat ik het ook even moet filmen, want volgens mij hebben ze dat helemaal niet doorgaat vandaag. Dat hebben we gezien. Kijk, zie je dat? Er ligt gewoon een soort van sneeuw en... Ik vind het raar. Ik vind het echt raar. Ja, leuk dat je het even deelt met de kijkers. Ja, nee, dacht ik, dat doe ik even. Ik neem jullie graag overal mee naartoe en ik vertel ook graag wat er met het weer aan de hand is. En vandaag is het weer gewoon een beetje raar. Weet je wat, ik denk dat het terugkerend iets moet zijn in je vlog. Dat je het gewoon altijd moet elke dag eventjes over het weer moet hebben. Waar mensen precies niks aan hebben, omdat het ongeveer 2 dagen geleden is voor hun. Ja. Nee, dus denk ik, oh, oké, ja, 2 dagen geleden was het dit weer en dat weet ik, want ik was er toen ook al. En, ik denk dat het echt fijn is. Ja, ga ik doen. Ik denk dat het zelfs viral kan gaan, gast. Dat het in de trending komt. Ja, gewoon, ja. Dat mensen dan een soort van compilatie maken van alle momenten dat jij zegt, man, van weer. Dus. Daar heb ik dan dus echt nog nooit over nagedacht. Vincent Paulus. Holy shit. Wow! Het is echt wel heel bizar, hoor. Toch nog even terugkomend op de weer. Had je het er al over gehad? Dit is bizar. Had je het al eerder? Ja. Nee, ik heb nog nooit over het weer gehad eerder, maar kijk nou even. Ah, dat vind ik wel. De zon is een soort van gat in die wolk gebracht. Wat een plaatje, zeg. Crazy, joh. Niet normaal. Nou, ik denk niet dat het helemaal overkomt op camera, maar dit is echt bizar. Ik geef 5 sterren. Dus ja, ja kom. En Foy? Dat doe ik via de app. Ik doe het echt via de app. Komt goed. Komt goed. Hey, Steve, dankjewel jongen. Vond gezellig. Auf Wiedersehen. Hey, trouwens, het is echt raar weer. Ja, het is wel raar weer vandaag. Ja, hè? Beetje gek, een beetje winderig. Maar goed, misschien morgen hebben we een nieuwe dag. Dus, Ja, ik zou het vandaag niet over hebben. Ik app je morgen wel eventjes met het weer. Komt goed. Hey, doe je? Hey. Zo, dit is de eerste keer dat ik te voet binnenstap bij Gio. Het is echt kloten. Ik heb dus nu gewoon een week lang geen auto. En ik weet echt niet hoe ik het ga doen. Maar misschien mag ik Scheurtje wel mee. Dat zou top zijn. Yo. Het is gek weer vandaag. Waarom zeg je dat ze blij? Ja, weet niet. Ik heb even een avondje met Jado, man. Dus kom morgen maar terug. Ik ben nog geen... 5 minuten binnen. Ik weet niet wat hier is gebeurd. Ja, Vincent, echt, ik snap dat je boos bent. Maar die agressieproblemen van jou, moeten we echt wat aan doen, man. Moeten we echt wat aan doen. Als jullie benieuwd zijn wat er is gebeurd, moet je straks bij de volgende Gio gaan kijken, maar... Ja, wat een chaos. Yo, Vin, waar ben je? Ik kom eraan. Oké. Nee! Wow. Wat? Niet normaal. Hoe dan? Ja, ik weet niet hoe, maar het is niet normaal. Lijf mijn deur houden. Ja, ziek, hè? Ja. Hey, hoe vind jij trouwens het weer van vandaag? Ja, een beetje apart, man. Matig, hè? Ja, een beetje raar. Ja, goed. Wat is het nu voor weer? Hallo. Ja, het begint nu al wel wat donkerder te worden. Ja, dat is niet het weer, hè? Dat nee. Dat is zeg maar de schaduw van de zon. Oké. Kijk eens eventjes. Ik weet niet of jullie het al hebben gezien, maar er ligt nu een mooie vloer in mijn kamer. Alleen nog de bedbank. Maar goed nieuws, dit is de laatste avond dat ik op de bedbank moet. Want morgen komt eindelijk mijn bed. Holy shit, wat heb ik daar lang op gewacht en wat ben ik daar blij mee. En ik ga hem morgen zien en ik heb daar zoveel zin in. Want dan heb ik eindelijk een echt bed in plaats van, dit zeg maar. Maar goed, ik ga ook de vlog afsluiten. Ik heb een hele leuke dag gehad. En ik hoop ook dat jullie het een leuke vlog vonden. Dus vonden jullie het nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.